En heeft Albert Vlinder dan ook een beetje het gevoel van uiteindelijk blijf ik altijd een katholieke jongen? Ik denk dat ik altijd een katholieke jongen blijf. Dat zit er heel erg in en het wordt ook wel heel erg gestimuleerd door Maastricht ook, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb wat gespijbeld, zoals hij hierboven weet, maar ik ben weer terug.